Herman van Veen, jij trad 1 maand voordat de muur viel op in Oost-Berlijn. En dat heeft heel wat losgemaakt, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst iets anders. Vandaag stond in de Telegraaf, de PVV is net als de NSB. Dat zou een samenvatting zijn van wat je gezegd hebt. Zaterdag, geloof ik, tijdens het optreden ergens in Utrecht. Er stond ook al een ingezonden brief van jou in de Volkskrant zaterdag, waarin je de PVV als een gevaar voor de democratie verwoordde. Wat is je motivatie voor deze dingen? Ik heb wat opgeschreven, zoals u ook wat heeft opgeschreven. Op een bijeenkomst in het academiegebouw heb ik in Utrecht gesproken over de val van de muur. En met een journaliste, Marion Brasch, die 3 weken voor de val van de muur bij een persconferentie was in Oost-Berlijn, waar ik vertelde daar op het toneel gestaan te hebben met de intentie de muur weg te zingen. Zij heeft dat willen publiceren en is daardoor in serieuze moeilijkheden gekomen met haar bazen en de partij. Tegen die achtergrond heb ik mijn zorg geuit over totalitaire systemen en dat we ervoor moeten waken dat de structuur van politieke partijen op democratische afspraken berust. Dit met de bedoeling uiteen te zetten dat bijvoorbeeld de PVV niet mag worden als de NSB. De geschiedenis van de een mag niet de toekomst van de ander worden. De PVV is mijns inziens geen politieke partij, maar een vereniging, een beweging waar 1 man het vooralsnog voor het zeggen heeft. Dat is niet democratisch. Vandaar mijn zorg. En de aard van de 1000 reacties die ik op dit ogenblik krijg, bevestigen mijn zorg. Is dit een soort persverklaring die je nu voorleest? Zo klinkt het wel een beetje. In zekere zin wel, omdat ik heb me van mijn leven niet me kunnen realiseren wat mij vandaag is gebeurd. Wat is er gebeurd? Ik ben geciteerd in de Telegraaf. Ongeveer. En de vaststelling is dat grote groeperingen in onze samenleving aannemen dat dat zo gezegd is. Dat is, je zou dat hebben kunnen opmaken uit datgene wat ik heb gezegd. Mm-hmm. In het kader van die bijeenkomst in het academiegebouw, die ging over totalitaire systemen en het gevaar dat je loopt als een partij structureel niet democratisch is. Of een, dat ging veel verder dan deze beperkte mededeling van die krant. Vervolgens crasht je hele systeem. Je wordt dus belaagd door, in mijn optiek, wonderlijke mensen die vinden dat je zoiets niet mag zeggen. En vervolgens komen er 1000 mails, mm-hmm, waar hele nare dingen in staan. Beangstigend? Beangstigende. Ik ben echt letterlijk bang. Waar ben je bang voor? Voor de pijn. Je bent bang dat je fysiek bedreigd gaat worden? Nou, dat is, laat ik zeggen, in taal in ieder geval het geval. En ik vind, ik heb mijn zorgen uit over wat er is gebeurd in de geschiedenis. Ik ben, doordat ik een reiziger ben, in systemen geweest. Ik kan me herinneren, ik was in de Filipijnen onder Marcos. Ik was in Spanje. Ik was in de DDR als kunstenaar onderweg. En ik weet wat het dus is om niet te mogen zeggen wat je denkt en vindt. Voor mij is het verbijsterende op dit ogenblik dat je niet zonder gevaar je in Nederland kunt zeggen waarvan je je zorg kunt uiten. Zonder dat je het risico loopt dat je dus iets vreselijks wordt aangedaan. Maar dat wist je toch al lang? Ja, maar je wil dat toch niet echt geloven? Ik bedoel, ik ben een Nederlander. En ik zou de mensen van de PVV willen vragen, dat is eigenlijk mijn diepste intentie geweest, van zorg er nou voor dat je een politieke partij wordt in plaats van een beweging. Want dan kunnen we met elkaar die discussie aan. De structuur van die PVV is in mijn optiek geen, en dat moet je toch mogen zeggen zonder dat je met de rug tegen de muur wordt gezet en dat je dingen lezen moet en horen moet waarvan ik, dat, ik ben echt geweldig van de leg. Ja. Omdat, ja, natuurlijk, dat, jij kan wel zeggen van ja, dat wist je toch? Nee, dat wist ik niet. Nou ja, je denkt dat het anderen overkomt. Kijk, de voorman van de PVV is daar een sprekend voorbeeld van. Dat is iemand die al jarenlang met allerlei bewakers rondloopt en vaak niet eens op dezelfde plaats kan slapen. Maar ik ben een zanger, zeg.
Ik ben een hele zachtaardige figuur. Theo van Gogh was ook een hele zachtaardige figuur. Ja, ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik vind het een groot onrecht wat hem is aangedaan. En ik word nu geconfronteerd met een werkelijkheid die ik niet voor mogelijk had gehouden. Moscovici. En daar ben ik. Ik ben daarvan. Ik ben echt geschrokken. Bram Moscovici, de advocaat van Wilders in een proces, die zei vanavond dat in De Wereld Draait Door, dat door de PVV op één lijn te stellen met de NSB, of daarvoor te waarschuwen, dat je daarmee 2 miljoen mensen, die op het ogenblik, via peiling is dat dan gemeten, op hem zouden stemmen, als NSB'ers wegzet. Nee, dat is dus absoluut niet. Dat is absoluut niet wat ik heb gezegd. Dat is ook absoluut mijn bedoeling niet. Ik heb gepleit en proberen uit te leggen dat de structuur van de PVV is. En jongens, luister, ik ben geen journalist, dit is helemaal mijn vak niet. Ik ben geen historicus, ik ben gewoon een vader en een zanger die zijn zorg uit over een structuur van een partij die in mijn optiek niet democratisch is. De structuur van de PVV heeft 2 leden. Dat is die meneer en dat is een stichting die hij vervolgens ook. Dat is een heel marginaal democratische basis. Dat is maar net door de kieswet gekomen. En ik vraag die mensen, met alle respect, er een echte politieke partij van te maken, omdat de geschiedenis heeft geleerd. Maar juist die geschiedenis, Herman, dat is dus. Ja, de Tweede Wereldoorlog. Ja. We hebben tegenwoordig weer een prachtige serie op televisie over de oorlog. Dat is het ergste wat je maar kunt bedenken in de geschiedenis. Nou, misschien zijn er nog erger dingen, maar schieten mij even niet te binnen. Elke vergelijking met de Tweede Wereldoorlog is heel erg gevaarlijk. Mag ik daar. Nee. Je mag. We hebben hoe lang herdenkingen gehad op 4 mei, hè? 50 jaar. Nog steeds, altijd toespraken, hè? Nog altijd. Elke 4 mei toespraak. Denk eraan, leer je lessen. Je kunt niet personen vergelijken. Je kunt zelfs geen gebeurtenissen vergelijken. Maar let er wel op, dit soort processen kunnen ongewild toch wel eens plaatsvinden. En dat is ongeveer het enige, denk ik, wat je van de geschiedenis kunt leren. Verder herhaalt de geschiedenis zich nooit op dezelfde manier. En dat vind je in dat kader dan van de oproep van Herman? Ik denk dat hij eerlijk gezegd. Dat feitelijk klopte natuurlijk gewoon. Als hij zegt, ja, de NSB had een leidersprincipe en de PVV heeft ook dat principe, datzelfde principe. En dat is niet zo democratisch. En ik denk dat de PVV daarin een probleem heeft. En ik moet eerlijk zeggen dat de NSB was een veel beter gerunde partij. En een veel degelijker als partij, een veel degelijker organisatie dan de PVV. Hoe is dat dus als hij wil zeggen, de PVV heeft een probleem en ik wil met ze in debat gaan, dan is dat gewoon feitelijk. Klopt dat wel? Maar verder moet je wel. De NSB had hele gewelddadige tendensen. Hè? En dat zit bijvoorbeeld niet in de PVV. Dat moet je ook alweer zien. Maar het risico is dus dat zij zich ook in die zin toch beschuldigd voelen door die vergelijking. Omdat de nuance in zo'n vergelijking door de 3 letters NSB dreigt te ontbreken. Ja, je schrikt je lam. Dat kan ik me voorstellen als jij lid bent. Maar ik denk het toch goed is om ook eens even na te denken van hey, wat is dit voor stroming eigenlijk? En, want de NSB, dat moet je niet. Daar zijn nu allemaal studies over. Dat begon natuurlijk helemaal niet met Auschwitz in de kop. En dat soort vreemd begon vaak ook met hele brave en soms zelfs hele idealistische Nederlanders. Het was ook een hele erge Nederlandse beweging. Dus ik praat nu even niet over nu, maar over de NSB van toen. Dat eindigde op een gruwelijke manier. Maar de NSB in 1933, 1934... was een vrij ingewikkelde beweging eigenlijk. Maar de NSB wordt gebruikt als een schrikbeeld. Dan heb je dus niet over misschien een nette club uit 1933. Het wordt gebruikt als een schrikbeeld, ook in de vergelijking van Herman. En de vraag is of dat gepast is. Maar het liep wel uit de hand. En dat is ook bij dit soort bewegingen kunnen enorm uit de hand lopen. Ik denk. Ja, ik denk wat de heer Max zo even zei, dat wel een relevant punt is. Kijk, het geweldselement ontbreekt wel bij de PVV. Maar ik vind misschien nog wel essentiëler als ik dit zo hoor en uw statement zie. En daarom trof me wel eigenlijk de parallel met Geert Wilders zelf. Hè, die ook, Partij voor de Vrijheid zie ik daar staan. Die ook
in volle vrijheidsovertuiging wil weergeven... die dat niet kan, die al jaar en dag in feite toch leeft met schrikkende benen... van wat kan mij vandaag of morgen overkomen. Maar als hij nou in de wetenschap dat u in feite voor hetzelfde vreest... dus keert hij gewoon ook die achterban op om dit soort mails... hè, en dit soort bedreigingen niet te sturen. En het is gewoon heel duidelijk maakt dat u uw eigen opvattingen kunt hebben... en dat dat nooit met geweld gepaard mag gaan, zelfs niet met de dreiging van geweld... dan was er misschien al wel iets gewonnen. Want ik vind met name de overkill aan reacties op het moment dat u dergelijke uitingen... en die ik op onderdelen ook niet direct achtersta... maar het direct in de benen schieten en met geweld gaan dreigen... vind ik wel zo misplaatst. En dat geldt u, maar het geldt ook Geert Wilders. Dus ik zou hem met het volle recht dat hij heeft om te protesteren tegen de kwalificaties... dat heeft hij ook... Maar laten we hem in elk geval ook oproepen voor een klimaat... waarin dat op een fatsoenlijke manier gaat. Goed. Ja, dus mijn zorg, ik bedoel, als ik dat mag afsluiten... ik heb mijn zorg geuit over het feit dat het niet zo mag zijn... dat de PVV in die richting zich kan ontwikkelen. En dat heb ik willen voorkomen door te zeggen wat ik zei. Als ze die bewegingsstructuur zouden veranderen... in een democratisch gevestigde orde... Dat is wat ik heb gezegd. En in het kader van het academiegebouw waar wij bij elkaar waren... stond dat helaas tegenover een geschiedenis van de DDR en de oorlog. Als ik in dat kader... Ik zou het onderschrijven. Ik zou zeggen, inderdaad, voor die ontwikkelingen zullen we... moeten we oppassen. Ja. Ik zou tegelijkertijd wel zeggen als ik hem was van... en ik wil van die kwalificatie loskomen. Dus als de heer Van Veen bedoeld heeft dat wij in de buurt van de NSB zitten... dan neem ik daar volledig afstand van. Dat volste recht heeft hij. Maar nogmaals, laat hem dat doen in een klimaat... waarin ook hij oproept tot een fatsoenlijk debat. Goed, dan sluit het hierbij af. Het is slechts een technische... waarneming die ik gedaan heb. Het is een technische waarneming. Ja, maar emotioneel beladen, en dat weet je. Emotioneel beladen, ja, en dat is dus, daar ben ik geweldig door verward. En, heb je er spijt van? Nee, ik heb niemand op een of andere manier anders willen benaderen dan met die technische punten. Maar heb je er spijt van, volgens mij? Ik geloof niet dat het een spijt is. Ik vind het ongelooflijk jammer dat dit zo uitgelegd heeft kunnen worden. En dat het zo geïnterpreteerd is, dat vind ik ongelooflijk jammer. En dat is mijn wezen niet.